Het heeft toch een heel andere lading zo'n avond dan bijvoorbeeld eerder deze week het afscheid bij FC Twente van Sander Bosker. En dan word je op jonge leeftijd getroffen door een ziekte, ALS. De definitie van ALS dat het een ernstige aandoening is van het zenuwstelsel, waardoor de zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam maar zeker afsterven. Van Bommel die wijst is diep gegaan. Daar komt de bal ook. Dan moet hij het in één keer proberen. En of dat een verstandig idee is, dat zullen we later in deze wedstrijd avonturen. Makkai. Arveladsen. Nu staat hij toch dicht genoeg in de buurt, denk ik, van het doel van Fortuna om iets leuks te bedenken. Makkai probeert het slim. Het is de tweede poging die met een boog wordt gespeeld. En ook deze 1-2 die Fortuna in gedachten heeft, wordt eigenlijk al de nek omgedraaid. Omdat er te veel van de All-Stars achterin aanwezig zijn. Nou, dan moet het maar een keer van afstand geprobeerd worden. Het is Voren die dat doet. Makkai. Daar is hij langs. Roy Makkai. Levchenko meldt zich. Makkai, oh, blijft die bal binnen? Dat wel. En dan, als hij niet meteen wordt aangepakt. En zo zit hij erin? Nee. Dat is de beste mogelijkheid in de eerste 22 minuten. Hij komt op naam van Buffel. Dit is wel een mooie bal. Dit is echt een Arveladse bal. En dan doet hij het. Oh, heel mooi. En maakt hij bijna in de 28e minuut 1-0. Ja, dat vermogen heeft hij. En ook zij hebben oog voor dit. En hier problemen bij Fortuna achterin. Hier komt dan alsnog de... Oh, 1-0 wilde ik zeggen. En zo moeilijk als de vorige bal is, zo makkelijk is deze. En nu redt de paal Waterreus. Dat is het gevaarlijkste moment van de kant van Fortuna. En nou zit hij er wel in. En heel mooi zelfs. Via Roy Makkai. Die prachtig timed. En ook deze maakt, zeg maar in de vorm van een lob, zei het dat hij dat met het hoofd doet. Mogelijkheid op 2-0. Maar dan moet hij er wel in. En op deze, de zoveelste lob van de avond, treft net geen doel. Van der Weert, oh, kan er net niet bij. En deze is wel mooi. Maar verdwijnt net naast. Ronald de Boer moet nu oppassen. Is boos op zichzelf omdat hij zich laat aftroeven. En zo kent dit duel. Terwijl hier wel een goal valt. En die op naam komt van Jeffrey Vlug. Die zijn achternaam eer aan doet door heel snel te handelen bij het inschieten. En daarmee Moens verrast. Hendricks meegegeven. Van Kan. En zo komt Fortuna op 2-1. En via de binnenkant van de paal leidt Fortuna met 2-1. Wouter en Nijhuis ziet dat Van der Weert onderuit gaat en geeft het team Fernando Riksen een strafschop. En er komt ook nog een kaart. En de bal wordt op de stip. Zo doen we dat. Het is de mogelijkheid
voor het team van Fernando Rix om op 2-2 te komen. Ronald de Boer. Oeh! Stuit op Vos. Het team van Fernando Rix heeft zijn strafschop gekregen. Die had ik al voorspeld. Maar Ronald de Boer weet het buitenkansje niet te benutten. Iedereen heeft iets met Fernando op de een of andere manier. Hè? Wat is het dat iedereen dat het maakt dat hij zulke warme gevoelens oproept? Ja, ik denk iedereen verschillend. Ik heb geloof ik in de A-jeugd al tegen gespeeld met Vitesse en Jong Oranje samen. In Nederland zelf al een paar keer. Het is gewoon een hele aardige gozer. En daarom zijn er zoveel mensen op afgekomen. Schrok jij erg? Vorig jaar kwam je er ook achter bij die uitzending van de Wereld Draait Door? Ja, ik zat er toevallig te kijken en dan ben je stil. Ja. Nu deze wedstrijd, dat is wel mooi, hè? En je kunt nog aardig goed voetballen. Nou, het wordt allemaal ietsjes minder, maar val niet tegen. En er gaat er ook weer eentje in, hè? Dat is voor jou toch altijd lekker, denk ik? Ja, het blijft altijd leuk, toch? Het is een leuke gelegenheid als je dan een doelpuntje meepikt. Toch geweldig. Ik bedoel, maar daar gaat het vandaag niet om. Vandaag gaat het erom dat Fernando een geweldige dag heeft. En dat heeft hij zo te zien wel. En daar kan ik een paar minuutjes meedoen en dan gaan we allemaal staan. Volgens mij is het weer een penalty, of niet? Ja, maar of Ronald er nog een keer neemt. Ik denk het niet. Dankjewel. Is het inmiddels mijn held Novo die zich nu over de bal heeft ontfermd. En die weet er wel raad mee. Zo doe je dat, lijkt hij te denken. En zo wordt het alsnog in de tiende minuut na rust 2-2. En dit is wellicht de mooiste. En zelfs de doelman heeft daar applaus voor over. Novo, laat even zien hoe het moet. Hoestie. En hier is weer zo'n omhaal. Hij maakt zeker indruk. Hoestie. Daar is Van der Weert. Ja, dan moet Vos toch maar zien dat hij van het lange lichaam afkomt. Hier komt er alsnog 4-2. Hier komt 4-2. Danny Landsaat. En ondertussen meldt zich Fernando Rix voor een invalbeurt. Vrouw en dochter Isabella. Een staande ovatie valt hem ten deel. En zo zie je maar dat het leven een rare loterij kan zijn. En Rixen gaat nu. Ja, daar kan hij wel om lachen. Vanaf 11 meter. Misschien wel de laatste goal uit zijn carrière maken. En dat misschien kan ik ook wel weglaten. Want ik ben bang voor de doelman van Fortuna Sittard, Vos, dat hij op dit moment even een bijrol vervult. Het is de laatste van dit duel. Rixen gaat op de schouders. Nijhuis fluit meteen voor het einde.